kijkers van dit kanaal. Mijn naam is natuurlijk Jochem en tof dat jullie allemaal weer kijken naar deze gloednieuwe video van het streamingseizoen van Wie is de Mol. En in deze video ga ik aflevering 7 bespreken, die natuurlijk afgelopen vrijdag online gezet is. En die aflevering ga ik vandaag dus bespreken in deze video. Het gaat niet zo'n hele lange video worden, aangezien de finale natuurlijk ook al online staat. En ik voor deze aflevering niet zo heel veel hints heb. En waarschijnlijk weten de meeste mensen ook al wie de mol is. Ik in ieder geval nog niet. Maar ik neem eerst even deze video op. En wanneer deze video dus online staat, heb ik wel al de finale gezien. Want anders kunnen mensen in de comments spoileren. Maar ik dacht, voor de mensen die misschien nog niet de finale gezien hebben, dus nog niet weten wie de mol is, bespreek ik hier zo dus nog eventjes lekker aflevering 7. Dus ja, hier zijn we dan. Aflevering 7 heet de Game Over. Aangezien dit natuurlijk de laatste echte aflevering is waarin de mol kan mollen en geld verdiend kan worden. Na deze aflevering is het echt Game Over. Het spel is gespeeld. De allereerste opdracht van deze aflevering heet de Ezelen. Ze konden 2500 euro verdienen met deze opdracht en daarvan hebben ze 1500 euro verdiend. En de naam van de opdracht zegt het al, wat het spel was van deze opdracht. Ze gingen namelijk ezelen. De vier kandidaten stonden allemaal bij verschillende kraampjes waar steeds een ezel langs ging. De kandidaten moesten dus kwartetten maken met items. En die items konden ze dus ook aan de ezel geven. En dan ging het dus door naar andere kandidaten. En zo moesten ze dus kwartetten maken. Per kwartet zou dat 250 euro opleveren. En ze mochten ook steeds kistjes openen, waar dan ook weer andere items in zaten. En er zat ook nog een portofoon in, waardoor ze uiteindelijk met elkaar konden communiceren. Ja, en misschien zit ik gewoon in een tunnel hoor, en heb ik het uiteindelijk weer fout. Net zoals de afgelopen 4 jaar of zo. Maar ik vond niet reëel. Heel sussy bij deze opdracht. Maar ook heel verdacht in beeld gemaakt. Dus dat brengt me toch weer aan het twijfelen waarom ze dit wel in de edit alsnog inlaten. Op een gegeven moment heeft Simone nog 2 items nodig om een kwartet te maken. Volgens mij doet Jelmer die dan in de ezel. Want hun hebben dus al de portofoon. Dus hun kunnen met elkaar communiceren. Maar de ezel ging eerst langs Niree. En Niree was eigenlijk de enige die op dat moment nog geen porto had. Die had hem ook als laatst. Dus die wist niet dat dat gaande was. En die pakt dan heel toevallig die 2 items eruit. Oké, ik heb 2 keer dadels doorgegeven. Oh yes. Dadels. Ah, 2 stuks. Dat is handig. Oké, dat is mooi. 2 stuks. Oké, in de ezel zit zo'n toverlampje, zo'n een kameel. Waar zijn de dadels? Ja, het was wel weer heel verdacht in beeld gebracht hoor. Wat me echt aan het twijfelen brengt, maar ja, dit is wel gewoon een typische molactie. En voor de rest ging deze opdracht eigenlijk best wel goed. Zoals ik dus net ook al zei, ze hebben 1500 euro verdiend met deze opdracht. Ze hadden uiteindelijk 6 kwartetten goed, waarvan Simone en Jelmer de 2 hadden. En Emma en Nirei hadden er maar 1. Dus ja, deze opdracht is best wel geslaagd. Moet ook zeggen dat ik de andere kandidaten gewoon niet echt molachtig vind. Dat wat Nirei doet, dat is wel gewoon verdacht. Maar ja, dat kan misschien ook aan de edit liggen. Dat weten we niet. Dat er alsnog wel gemold wordt door bijvoorbeeld Jammer of zo, maar dat we dat echt totaal niet zien. Maar dat zou wel een beetje typisch Wie is de Mol zijn, maar wel weer jammer of zo. Dat we daar niks van zien. Uiteindelijk dus 1500 euro verdiend met deze opdracht. Dan gaan we door naar de tweede opdracht en dat is ook alweer de laatste opdracht van dit seizoen. Deze opdracht heette Netadinak Mokleve, wat omgedraaid welkom kandidaat is. Ze konden met deze opdracht 1500 euro verdienen en daarvan hebben ze 600 euro verdiend. De 4 kandidaten waren verdeeld in duo's en moesten woorden gaan beschrijven. Alleen dit moest wel achterstevoren. En dan moesten ze dus naar elkaar toeschreeuwen. En als ze dan die woorden goed hadden, dan konden ze daar dus geld mee verdienen. Klinkt heel simpel, maar wel, ja, best wel moeilijk. De woorden omschrijven en dan ook nog eens achterstevoren. En dan ook nog eens op een grote afstand. Ja, klinkt makkelijk, maar is niet heel makkelijk. Ja, ook weer bij deze opdracht vind ik Niree gewoon heel verdacht. Je had bijvoorbeeld een antwoord honing en dan heb je ineens Niree die met hommel komt. Terwijl bij die omschrijving ga ik er eerder vanuit dat je honing zegt dan hommel. Maar het goede antwoord was honing. Zo had je dat ook bij bijvoorbeeld potlood. Je schrijft eerder met de potlood en je kleurt eerder met de stift. Oké, dat kan, maar ja, je kan ook gewoon kleuren met potloden, toch? Dus dat slaat eigenlijk nergens op. En toen kozen ze net voor het foute antwoord, want het was potlood, maar ze kozen voor stift. Ja, en zo doet Niree dat ook weer in deze opdracht. Echt weer typische molacties, die we wel weer in beeld zien. En dan moet ik zeggen dat het andere duo ook, nou ja, niet het beste deed. Uiteindelijk hebben beide duo's 2 antwoorden goed, maar bij Niree en Jelmer hadden dat er echt wel meer kunnen zijn. Uiteindelijk dus 600
euro verdiend met deze opdracht. En dan komen we bij de finale test. De allerlaatste test van dit seizoen. En zien we dat Jelmer op Niree zit. Niree zit op Jelmer. Emma zit op Niree. En Simone zit op Emma. En dit vond ik dus wel echt super vet. Deze eliminatie. De allerlaatste voor dus ja de finale, de ontknoping. Met de drie finalisten viel er dus nog iemand af. En dat ging dus niet samen. Dat ging allemaal los van elkaar. Ze gingen weer de autootjes in. En zag je uiteindelijk dat één autootje de andere drie verliet. En dat was dus de afvaller. Dat vond ik heel vet gedaan. Nog een kleine twist op het einde. En zagen we dat Simone dus een rood scherm kreeg. Simone is niet de mol, wat ik dus ook al dacht. En ik dacht het ook al voordat we dit zagen, aangezien. Ja, het is toch wel best wel duidelijk. Jelmer en Emma zitten op Niree. En dan als Niree de mol is, zit zij op Jelmer. Omdat zij niet op zichzelf kan zitten natuurlijk. En dan heb je alleen nog Simone die op Emma zit. En die valt af. Dus dan moet het wel Niree zijn. Maar dat hoeft natuurlijk niet, hè. Het kan alsnog zo zijn dat het niet zo is. Volgens mij hebben we dat eerder in het seizoen wel gezien. Volgens mij 2017. Dat alsnog in die finale iemand niet op de goede mol zit. Maar wel door geluk altijd verder is gekomen. Dat kan, dan zou Jelmer de mol moeten zijn. En heeft Emma gewoon net wat vragen meer goed dan Simone. Maar die kans is wel wat kleiner. Ik denk in ieder geval dat Niree de mol is van dit seizoen. Echt al best wel lang ook. Volgens mij al sinds aflevering 4 of zo. Misschien aflevering 3 zelfs. Het moet gewoon Niree zijn. Aan het einde van aflevering 7 staat de groepspot op 10.535 euro. En dan was dit hem dus alweer voor aflevering 7 van het streaming seizoen van Wie is de Mol. Ja, je kan dus niet echt meer in de comments achterlaten wie jij denkt dat de mol is. Aangezien ik alles gewoon ga verwijderen, omdat je natuurlijk nu al kan zien wie de mol is. Maar ik hoop dat je alsnog iets aan deze video gehad hebt. Mocht je de ontknoping nog niet gezien hebben. Mijn mol is in ieder geval Niree. En ik ben heel erg benieuwd naar de ontknoping. Aankomende maandag ga ik dus nog even de ontknoping bespreken. En weten we dus ook wie de mol is. Mensen, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Dan kunnen jullie hem natuurlijk belonen met een lekker blauw duimpje. Abonneer natuurlijk voor meer. En dan hoop ik jou dus aankomende maandag bij de allerlaatste video van dit streamingseizoen van Wie is de Mol te zien. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later, mensen.